Hallo allemaal, vandaag ga ik de door beautybloggers gekochte tag doen. Deze is bedacht door Vera van veracamila.nl en dat is een bekende blogger en YouTuber. De eerste vraag, door welke beautyblogger heb je het meeste gekocht? Ik denk dat dat door Vera is, dus de persoon die deze tag heeft bedacht. Haar reviews zijn altijd zeer goed onderbouwd en als zij een product goed vindt is dat meestal ook zo. En dan ben ik geneigd om het te kopen. Wat was het eerste product dat je door een beautyblogger kocht? Dat is het Undress Me Too palet van Makeup Academy. Hierin zitten zeer mooie alledaagse kleuren. Toen ik hierover een review las, heb ik een bestelling geplaatst op de webshop. En tot nu toe is het een van mijn favoriete paletten. Wat was het laatste product dat je door een beautyblogger kocht? Dat was de primer van de Body Shop. Ik las hierover een review op de blog van Fien en van Lotte. Ik zal de link in de beschrijving zetten. En ze waren allebei zeer enthousiast over de primer en daarom heb ik deze ook gekocht. Wat was het duurste product dat je door een beautyblogger kocht? Dat is het Too Faced Natural Eye Palette. Hierin zitten weer al mooie alledaagse oogschaduws. En dit is het mooiste palet dat ik in mijn collectie heb en ook het duurste. Heb je al een miskoop gedaan met een door beautybloggers aangeraden product? Ja, deze mascara van Essence. I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Ja, voor mijn wimpers werkt het niet. Mijn wimpers plakken aan elkaar. Het geeft geen mooie volume en lengte. Welk gehyped product heb je ook in je stash? Ik heb onlangs de kwasten van Real Techniques gekocht. Iedereen was hier zo enthousiast over. Mijn favoriete kwast is deze bufferkwast. Hiermee breng ik zeer natuurlijk mijn BB cream aan. En ja, de haartjes zijn super zacht en het werkt heel fijn. Over welk product zouden beautybloggers wat jou betreft wel wat enthousiaster mogen zijn? Ik heb nog niet zo heel veel gelezen over de producten van de ballen. Wat is de beste aankoop die je door beautybloggers hebt gedaan? Door beautybloggers kocht ik een oogschaduwbasis. Deze is van Essence, dus zeer budget. En zonder beautybloggers zou ik nooit geweten hebben wat een oogschaduwbasis juist doet. Het zorgt dat de kleuren van de oogschaduw meer opvallen en dat het makkelijker te blenden is. En ook dat de oogschaduw langer blijft zitten. Dus voor mij is dat de beste aankoop tot nu toe. Zo, dit was de door beautybloggers gekocht tag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken en tot de volgende keer. Dag!